In Zwanenburg, onder de rook van Schiphol, heeft dinsdagavond de bewoonster van een huis aan de Marialaan bijzonder veel geluk. Marialaan 38. Ze wordt wakker omdat ze moet hoesten. Als ze haar ogen opent, kan ze niet zien en dus denkt de vrouw dat ze blind is geworden. Op de tast strompelt ze naar buiten en op het moment dat ze over de drempel stapt, vliegt haar hele huis met een klap in brand. Dit verschijnsel heet flashover. Na enige tijd besluit de bevelvoerder van de brandweer om het sein middelbrand te geven. Dat betekent dat er meer personeel en materieel naar de Mariastraat komt. De brandweer kan het vuur niet van binnen bestrijden omdat het huis allemaal houten vloeren heeft. De aanrijdende brandweer heeft veel last van her en der geparkeerde auto's. Vanwege de klassificatie middelbrand is de hoogwerker van het Korps Haarlemmermeer ter plaatse. Het is de bedoeling om vanuit de hoogwerker grote hoeveelheden water in de woning te spuiten. Zijn geschokt door de allesvernietigende kracht van het vuur. Ze vragen zich af of de brandweer niet meer kan doen. De officier van dienst heeft verklaard dat hij nog nooit zo'n hevige flashover heeft meegemaakt. De woning is geheel verloren gegaan. Voor de bewoonster is vervangende woonruimte geregeld.